Deze uitzending wordt u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reizen. Leuk dat u kijkt naar het Weekjournaal, waarin we aandacht hebben voor de vraag van de week, de hoekschop van Joël Baan, kratje trap met Michel Gerrits Mulkus en een vooruitblik op NSC Nijkerk tegen Excelsior 31 met Melvin Koetsier. Vorige week waren de meiden van onder 11-1 team van de week en zij verzorgen ook de vraag van de week. René, zou je misschien met Jill samen voor onze training geven? Groetjes MO11-1. Oké, ja, lijkt me hartstikke leuk. Ik zal even met Jill overleggen. Ik had al gehoord dat jullie vaak op woensdag eind van de middag trainen. Dus ik overleg met Jill en dat gaan we zeker doen. JO13-1 speler Joël Baan scoorde zaterdag door een corner er in één keer in te schieten. Het filmpje werd opgepikt door Voetbal Inside en Voetbalflitsen en ging zo heel Nederland door. Want ik heb het gezien, je neemt de corner met links, binnenkant links. En als je dan geluk hebt, dan zeilt hij er in één keer in, hè? Ja. Ja, ik probeer hem eigenlijk een beetje bij de tweede paal te leggen. En toen kwam hij goed en toen viel hij er in één keer in. Dus dat was leuk. Het was niet alleen leuk, maar het was ook een heel belangrijk doelpunt, denk ik. Ja, het was de winnende goal, dus we waren heel blij mee dat we een keer konden winnen. Eerste overwinning, hè? Ja, hadden we nodig. En ga je daar nu vaker op oefenen? Ja. Hoeveel ballen heb je nodig om zo'n schot zo'n corner erin te doen? 3. Zullen we eens kijken of het lukt? Ja. Je hebt gelijk gehad, 3 keer heb je nodig en de derde keer lukte het. Ja, toevallig. Nou, ja, ik probeerde het en het ging goed dus. Weet je hoe vaak het filmpje wat op Excelsior TV stond is bekeken? Ik geef geen flauw idee. Meer dan 7000 keer. Wat zeg je dat? Heel veel. Dat niet iedereen lukt. Dus. Ja, volgende keer weet de tegenstander natuurlijk hoe jij een corner neemt. Dus dan zullen ze wel maatregelen nemen. Ja, ik denk iemand bij de tweede paal. En ja, wie weet. Maar goed, ik weet van Joël wel dat hij een goede trap heeft natuurlijk. Hij neemt bijna alle vrije trappen en corners wel, die indraaiend zijn. En op training laat hij het ook regelmatig zien. Dus dat hij het kon, wist ze al wel. Maar in de wedstrijd had hij nog niet eerder gedaan dit seizoen. Dus mooi om te zien. Een trainer doet alles altijd 1 keer voor. Heb jij dit ook eerst gedaan voordat Joël het deed? Nou, toevallig nog niet. Maar ja, ik doe regelmatig op training tussendoor een keer een balletje schieten. En even een keer een draaiballetje doen natuurlijk ook wel. Doe ook wel eens met paasvormen. Dus goed voorbeeld doet volgen. Ik heb deze toevallig nog niet gedaan. Wat voor type voetballer is Joël? Je ziet aan zijn fysiek al wel dat hij wat fysiek sterk is. Hij heeft een goed linkerbeen, laat hij ook zien. Balvaardig, technisch aan de bal. Misschien niet heel extreem snel, maar goed, dat compenseert hij wel weer doordat hij heel sterk aan de bal is. Dus goed oog voor het spelletje. Ja. Ben jij een trotse trainer? Tuurlijk, het is altijd mooi. Het is mooi natuurlijk, de verdienst van 10 dat we hebben gewonnen zaterdag. Alleen goed, toch heeft Joël met zijn corner ervoor gezorgd in zijn eentje bijna dat we toch de winnende konden maken nog. We kwamen al goed terug uit de achterstand 2 keer. En dat hij de winnende maakt, is dan helemaal mooi. Op de Facebookpagina van voetbal.nl kun je nu stemmen op de goal van Joël. Hij is daar genomineerd als moment van de week. Wij gaan nu verder met Kratje Trap. Deze week met Michel Gerritsen Mulkus. Michel, Kratje Trap? Lijkt een beetje op Latje Trap, man van fiets. Daar ben je normaal gesproken goed in. Nee, ik ben daar niet zo goed in. Maar je kan toch ook pionnen schieten, of niet? Je mag ook op de pionnen schieten, inderdaad. Waarom heet het dan Kratje Trap? Ja, dus bij gebrek aan meer creativiteit. En jij mag het vandaag gaan proberen. 35 punten maximaal, 5 ballen. Wat ga je doen? Zullen we voor 1 gaan? 1 punt. Ja, normaal staat er dus in het midden van de goal een keeper. Dus die gele moet denk ik wel lukken. Normaal schiet je op de keeper. Ja. Oh, dat is in ieder geval een goede belofte die je ons maakt. En de kruising? Ja, daar ga ik geen uitspraken over doen. Over nagedacht of niet? Nee, alleen van gedroomd. Alleen van gedroomd. Nou ja, dan gaan we het zien. Ik hoop dat je dromen waarheid worden hier vandaag. Succes.
Dankjewel. Hoppa! Die telt nu, hè? 1 punt. Oh, zo. Ja, daar heb ik al moeite mee, hoor. Rustig. Ik kan beter 0 hebben. Ik kan al stoppen. Doelstelling al behaald. Michel, wat dacht je met die laatste? Ik ga toch voor 7. Ja, soms is 7 helemaal niet verkeerd, hè. Want ik heb een aantal voorgangers gezien. En voor mij sta ik... Ja, het is de bedoeling dat ik niet onderaan kom. Nou ja, dat weet ik niet of dat gebeurt, maar... je hebt in ieder geval... Je ging 2 keer voor de kruising. En dat had je gezegd dat je daar alleen van kon dromen. Je raakte hem ook niet, maar wat dacht je toen je ervoor ging? Oh, die ene was dat wel heel ver vanaf. Ja, je moet dus wat proberen in je leven, hè. Je had van tevoren wel gelijk, 2 strak door het midden. Ja, dat is wel... keeper intrappen, dat moet wel lukken, denk ik. Dat is wel echt, denk ik, specialiteit als ik hier naar kijk. 2 punten, 35 maximaal. Voor Michel Gerritsen-Mulkens, als je kijkt naar de afgelopen jaren, tevreden? Ja, ruim voldoende. Top, dankjewel. Graag gedaan. Michel Gerritsen-Mulkens, dus niet onderaan op de ranglijst. Volgende week zien we Hielke Penteman. Ja, ik heb me voorgenomen om te doen of het een kratje bier is. Dus ik denk dat het goed komt. Het eerste elftal won afgelopen zaterdag met 3-2 van koploper ACV. Een zeer welkome overwinning na de wat mindere seizoensstart. Ja, klopt. Wat vooral lekker is, is dat voetbal ook gewoon goed voor elkaar was. En dan is het toch lekker inderdaad dat je weer een keertje 3 punten pakt. We hopen dan nu dat mee te nemen na aanstaande zaterdag. Leg nou eens uit, jij bekijkt alles vanaf de laatste linie. Je bent de keeper, je bent... De allerlaatste man die er naartoe kijkt. Wat was er nou afgelopen zaterdag zo anders dan in andere wedstrijden? Ik denk dat we vooral voetballend er ook wat meer aan te pas kwamen. Ik denk dat we na de eerste wedstrijd, Banneveld, die wonnen we dan wel. Speelde volgens mij ook wel aardig in de tweede helft. Maar dat was voetballend nog niet je van het. Wedstrijden daarna was ook lastig. De intentie om te voetballen werd toen ook wat minder. En volgens mij moet je toch proberen om af en toe, ook al zet een tegenstander je vast, dat je toch af en toe moet proberen om er onderuit te voetballen. En vanaf eigenlijk CSV Apeldoorn, die we eigenlijk ongelukkig verliezen, was die intentie wel weer beter. En je ziet dat ook wel weer terug op het veld en dat resulteerde afgelopen zaterdag in de 3 punten. Nou is Excelsior een hele aanvallende of een hele voetballende ploeg. Dat wordt altijd gezegd. Je zegt zelf dat lukte in het begin eigenlijk niet. Heb je het vertrouwen erin dat het nu begint te komen? Ja, je moet natuurlijk niet overdrijven, vind ik altijd. Hè. Kijk, een voetballende ploeg, klopt, we hebben goede voetballers. Maar volgens mij in deze competitie wordt ook wel wat meer gevraagd dan alleen maar het voetballen. Als je kijkt welke ploegen we inzitten, zeg maar, bij welke ploegen we inzitten, dan wordt er soms... ook wel heel wat anders gevraagd dan voetbal, zeg maar. En als je daar als ploeg zijnde niet in mee kunt, dan kun je nog zo goed voetballen als je... dan kun je nog zo goed voetballen, maar dan ga je die wedstrijden alsnog niet winnen. Dan word je gewoon op vecht dus afgetroefd. En ik denk dat we daar wel wat stapjes in moeten maken, willen we ook die wedstrijden gaan winnen, zeg maar. Heel even over jou, Coach. Afgelopen zaterdag win je een duel dan, maar je houdt niet een nul. Nou speel je tegen een koploper, dus misschien zegt het niet eens zoveel. Maar doet het nog iets met jou? Had je anders hier gestaan als je de nul had gehouden? Afgelopen zaterdag niet zo. Kijk, zo'n wedstrijd tegen Apeldoorn, waar ik voor mezelf dat verlies toch wel aanreken. Dat doet meer met mij dan afgelopen zaterdag. Dan win je die wedstrijd met 3-2. En dat is dan ook prima. Kijk, als ik echt zelf fouten ga maken, wat tegen Apeldoorn het geval was, dan doet dat wel iets met me, zeg maar, in zo'n weekend. De zaak is om dat van je af te zetten en weer verder te gaan. Dus belangrijkste zijn nog altijd de 3 punten. En daarbij hoop je zelf ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Nou goed, is dat een 0? Is dat een 0? Zijn dat de 3 tegen, maar wij scoren de 5? Vind ik het ook prima. Aanstaande zaterdag mag je naar Nijkerk. Niet Sparta, maar NSC. Wat weet je van die ploeg? Ja, niet zo heel veel. Volgens mij staan zij 11e, 6 punten, 1 puntje minder dan dat wij hebben.
Het is de eerste keer dat ik daar in competitieverband speel. Moet ik echt zeggen dat ik er geen spelers van ken. Dus daar zullen we ongetwijfeld nog wel wat horen. Vanavond wellicht voor de training. Of zaterdag in de bespreking. En dan gaan we ze ook weer strijden tegemoet. Afgelopen zaterdag een overwinning. Was dat het begin van een mooie reeks, denk jij? Ja, laten we het hopen. Dat is altijd koffiedik kijken. Maar ja, tegen de kop lopen, spel was goed. Hopelijk kunnen we het achterin wat, of achterin, dat is natuurlijk, dat wordt snel gezegd. Maar hopelijk kunnen we het gezamenlijk met het hele elftal wat minder goals tegenkrijgen. Waardoor je het ook wat makkelijker gaat krijgen als elftal zijnde, denk ik, om de punten boven over de streep te trekken. Een samenvatting van NSC Nijkerk tegen Excelsior 31 is in de loop van het weekend te zien op Excelsior 31 TV. Dit weekjournaal zit er weer op. Bedankt voor het kijken en heel graag tot in Nijkerk. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reizen.